Hallo jongens, Tom hier, Master Flirt. Ik zal mijn hand nog dichter bij de lens doen. Hallo jongens, Tom hier, Master Flirt. En het is weer tijd voor een lezersvraag. Ik zal hem aan je voorlezen. Gaat als volgt. Tijn, Tom, ik ben benieuwd wat jullie visie is op het meenemen van een cadeautje bij een afspraak. Ik weet dat vrouwen het waarderen en dat ze zelf ook vaak een kleine attentie meenemen. Dat valt me op dat ik het bijna nooit doe. Mijn eigen fantasie op dat gebied is wat beperkt. En een bloemetje of chocola vind ik wat afgezaagd, inderdaad. En waarschijnlijk is het ook niet altijd handig. Wat is jullie visie op dit onderwerp? Goed. Mr. X. Een hele goede vraag, Mr. X. En ik denk dat er een hoop mannen hier tegenaan lopen. Mijn visie over cadeautjes is dit. De vraag is niet zozeer altijd bij hetgeen je doet wat jouw eigen intentie is, als wel hoe het overkomt. Nou, in de vorige lezing had ik erover dat jouw eigen intentie, dat je moet staan achter waar je staat. Dus als jij graag een cadeautje wil geven en het is iets chills en je kan het 100% nonchalance doen, moet je dat gewoon doen. Maar de timing is daarbij cruciaal. Als jij een master flirt bent en het feit dat je vragen stelt, het boek hebt gelezen enzovoort, geeft wat mij betreft aan dat je een master flirt bent. Dan heb jij niet genoeg geld om bij elke date, bij elke theedate die je met een meisje hebt, om meteen een kleine attentie mee te nemen. Dus de timing is heel belangrijk. Waarom raden wij in principe het geven van een cadeautje af? Dat is omdat jij als persoon genoeg bent. Jij bent genoeg. Je hoeft geen indruk te maken met dure etentjes, dure auto's of dure kleding. En al helemaal niet met dure cadeautjes of überhaupt cadeautjes. Het feit dat jij als man, als masculine masterflirter, bereid bent om tijd met een betreffende dame door te brengen. Dan hoef je niet arrogant te doen van, oh, ik ben bereid om jouw tijd door te brengen. Maar het feit dat jij in haar investeert, jouw tijd en jouw aandacht, is al een groot genoeg cadeautje dat jij niet nog een extra cadeautje aan hoeft toe te voegen. Daarbij zou het over kunnen komen op een dame, hangt helemaal af van hoe je het geeft en wat je geeft, dat je bezig bent haar om te kopen. Waardoor een soort van disbalans ontstaat tussen jullie, waarbij zij zich als het ware toch een beetje verplicht ergens toe tot voelt, wat gewoon een hele arilexte sfeer met zich meebrengt. Dus samenvattend, in eerste instantie zeg ik nee tegen een cadeautje, omdat het niet nodig is. Het is niet nodig een cadeautje te geven. Ten tweede, als je wel een cadeautje geeft, doe dat pas echt na een aantal dates, als er al gewoon echt iets gaande is. En weet je, een leuke bloemetje is geinig. Of een kaartje naar een gave voorstelling is cool. Er zijn een hele hoop dingen die je kunt doen die leuk zijn om met elkaar door te brengen, wat je ook in de vorm van een cadeautje aan haar kunt geven. Het is ook verder op geen enkele wijze cruciaal. Het is ook feitelijk gewoon niet nodig. En wat mij betreft is het om een succesvolle master flirter te worden absoluut niet belangrijk om een creatieve cadeautjesgever te zijn. Want jij, mijn beste, bent meer dan goed genoeg als jij ervoor zorgt dat jij gewoon krachtig, chill, zelfverzekerd, bovenal een man bent. Bedankt voor je vraag, tot de volgende keer en ik zeg cheerio. Ciao.